namens het Vlaams Architectuur Instituut. Welkom in De Singel. En wanneer u binnenkort hopelijk heel snel weer voor een voorstelling of een theaterstuk of een concert in de blauwe en rode zaal terecht kunt, dan kunt u er hier in de gang niet naast kijken. Een gigantische maquette van Luc Deleu en Top Office. The Nautical Mile, de zeemijl. En ik denk dat het ook meteen de filosofie van Luc Deleu en Top Office een beetje samenvat. Want waarom zou je binnen de muren van de tentoonstellingsruimte blijven? Het is een vernissage, we praten met veel mensen, we maken er een feestelijke gelegenheid van en we stellen hier de eeuwige vraag die u, niets vermoedend als u hier langskomt, wel eens zou kunnen stellen. Is het nu kunst of is het architectuur? Ulrike Lindmaier. Hallo. Hallo. We staan hier nog op een leeg terras, een beetje zoals de horeca nu. Hier komt binnenkort wel leven, maar op dit moment is het nog leeg. Wat mogen we hier verwachten? Ja, dus het is de bedoeling dat hier op die terras hier een sculptuur komt, een nieuwe sculptuur van Luc Deleu met de titel Backboard Stuurboord. Ja. Het is eigenlijk een uitkijktoren, dus je kunt op die trappen naar boven. En je kunt boven opstaan en die sculptuur zal dan op een later moment verplaatst worden naar een plek aan de Scheldekaai. Er komt een kunstwerk van Luc Deleu in Antwerpen. Eindelijk, denk ik dan. Ja, eindelijk. Omdat het is dus heel moeilijk om te begrijpen dat Luc in Brussel een publieke sculptuur heeft. Hè, een container op een ronde punt. Ook in Gent, ergens in de haven, denk ik. Maar dat zijn thuisstad Antwerpen dus ja, tot heden nog niet heeft gerealiseerd. En het, wat ook heel mooi is, dat het wordt geplaatst in de Schelde. Maar dat is natuurlijk ook heel mooi met de titel Backboard Stuurboord, omdat dat refereert naar de linker- en rechterkant van een boot. En ik denk dat hele oeuvre van Luc Deleu is heel sterk verbonden ook met de Schelde. Ja, en dan de eeuwige vraag, Luc Deleu, kunstenaar of architect? Hoe bekijkt u dat? Ja, ik denk dat die vraag misschien ook niet... Misschien moeten we die vraag niet beantwoorden. En misschien moeten we die vraag ook niet stellen. Whatever. U heeft er nog nooit over zitten doorbomen met hem, nee, met uw man? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik zie wel dat zijn denken is wel van een heel andere schaal. En dus bijvoorbeeld als hij zo'n sculptuur neerzet van 3 meter hoogte, dan verhoudt zich dat eigenlijk binnen zijn oeuvre zoals een schets van een schilder zich verhoudt tot de schilderij. En bij hem is dat dan een 3 meter grote sculptuur die zich verhoudt tot zijn architectonische concepten. Ik denk niet dat het zozeer een vraag is van is er nu kunstenaar of architect, maar dat het eerder iets is om te beseffen dat hij vanuit een heel ander standpunt zijn projecten ontwikkelt en daarom in een andere schaal werkt. Dit is echt het werk van Luc Deleu. Het is bijna het kernwerk van het werk. Omdat het gaat over, wat is de schaal, is dat 1 op 1000? 1 op 100. 1 op 100. Dus eigenlijk, als je daarnaar kijkt, dan is dat is de lijnstad. En dat is iets wat ik nooit zal vergeten, wat Luc Deleu zei van, als ik dat kan maken op 1 op 100, dan moet het niet moeilijk zijn voor iemand anders om het 1 op 1 te maken. Dus voor mij is het ook een werk dat over realiteitszin gaat. Het zou echt gebouwd kunnen worden. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat is voor mij ook waar schaal en perspectief mee te maken hebben. Dat is, en waar het oeuvre van Luc Deleu heel veel mee te maken heeft. Hij heeft ontzettend veel fenomenale projecten die eigenlijk heel makkelijk uitvoerbaar zijn, maar die net die ene slag maken waardoor je echt moet nadenken en een echt engagement moet maken. En daar is deze tijd niet zo goed in. Mm-hmm. De allereerste keer waar ik echt met hem heb moeten omgaan, dat was in de zomer van 1986 in Gent. En daar was ik als jonge gast betrokken bij een ongelooflijk moment. In die zomer van 1986 had je twee hoofdtentoonstellingen, nu legendarische Chambre d'Amis, het
een auteurswerk, zeg maar, van Jan Hoed. En Initiatief 86. En bij Initiatief was het pièce de résistance, de oefening in schaal en perspectief van Luc Deleu, met die twee gigantische pylonen, hoogspanningsmasten, die op hun zijkant op het Sint-Pietersplein lagen. Maar ik kan je verzekeren, dus pylonen die op hun zijkant gemonteerd zijn, die zijn nog altijd gigantisch hoog. Omdat gewoon die dwarsarmen, die zijn enorm. Dat was een fenomenaal ding. Die oefening in schaal en perspectief, die was echt in bovenschaal. En die bovenschaal, waarom was die in bovenschaal? Ik weet bij God zelfs niet wie van de internationale curatoren die deelnam aan Initiatief Luc Deleu zou hebben uitgenodigd, dat ben ik vergeten. Maar die ongelooflijke ervaring van die pylonen op hun zijkant gezet, die nog altijd ongelooflijk groot zijn, die zal ik nooit vergeten. En de mogelijkheid om iets te doen wat ondenkbaar is, die zal ik ook altijd meepakken. En eigenlijk zijn in die zin die pylonen van Luc Deleu, die pylonen, die gaven aan waar het echt over kan gaan. Dus wat bovenschaal kan betekenen. In de tentoonstelling zijn er trouwens beelden te zien, hè, van Jan Hoed in Gent in 86, die kritiek heeft op Luc Deleu zijn werk. Verbaast je dat? Hij was, ja, nee, ik moet ook niet vergeten dat op dat moment nu lijkt hedendaagse kunst een secuur maatschappelijk gegeven, maar op dat moment bestond dat eigenlijk amper. Ik had horen zeggen dat u over het kunstwerk waar we momenteel op de beurt lopen niet gelukkig was. Wel, kijk, ongevallen piloot. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie dat niet als kunst eigenlijk. Het bestond eigenlijk alleen als een soort rariteit of een afwijking tegenover de grote traditie van de schilderkunst. Als ik naar het Lam Gods van Jan van Eyck zie, dan lijkt me dat veel gemakkelijker zoiets te maken dan dit. Die waren zo'n ingewikkelde constructie die in feite veel meer thuis hoort in de functie. Waar ze eigenlijk echt thuis hoort. Dat is hoogspanningspiloot. Als hoogspanningspiloot. Maar toch stelt dat heel wat ik mensen voor raad. Zin heeft. Want ik hoorde een paar uur geleden in dat café daar in de Kroon. Ja, natuurlijk. Raadsels. Daar wordt over gesproken. Raadsels, waarom ligt dat hier? Precies. Maar geen raadsel ten aanzien van de constructie zelf. Oké, goed. Bedankt. Ja, dat is juist, niet waar? Ja. Dus ik ben er geweldig tegen, omdat dat de confusheid veroorzaakt tussen moderne kunst en slechte moderne kunst. Ja. Daarom. Voilà, dat is al dat ik aan het zeggen. Hè. Je ziet dat ik nog een eerlijke man word in een deken. Ja. Dat ik dus niet alles aanvaard. We blijven. Ah, ja, voilà. Ja. Eigenlijk is Jan Hoed een soort onderhandeling tussen die traditie en hoe kunnen daar een ander veld maken. Tussen die twee. Ja, en daar staat Luc wel heel ver in, hè, aan de overkant van de snelweg. Hij heeft heel veel van zijn oeuvre binnen de wereld van beeldende kunst zichtbaar kunnen maken en kunnen realiseren. Dat heeft misschien een stuk te maken met het feit dat beeldende kunst een heel gastvrij ruimte is, waar ook bijvoorbeeld experimentele film of documentaire bijvoorbeeld de laatste jaren. Dus uiteindelijk denk ik dat zijn... hoop ik dat de finaliteit van Luc Deleu, die ligt zeker een stuk bij mijn beeldende kunst, maar ik hoop dat die toch in grote mate ligt in de architectuur en de stedenbouwkundige en in de ruimtelijk denkende werkelijkheid zal liggen, omdat ik zie dat figuren van zijn envergure, of dat nu om een Lina Bobardi gaat, of dat gaat om een Jona Friedman, of dit soort, die zijn allemaal stuk voor stuk tot in wereldwijde mythes uitgeroepen. En Luc Deleu, daar moeten we het werk nog altijd doen. Dus dat zegt denk ik veel over hoe Vlaanderen weliswaar op zijn ILO goed werk levert, maar dat in de termen van die internationale betekenisgeving, dat we een tandje bij kunnen steken. Luc Deleu, we staan in het midden van uw tentoonstelling. Bent u tevreden met hoe het hier gepresenteerd is? Ik ben eigenlijk verrast, omdat normaal maakt top office de tentoonstelling, waardoor dat de keuze van de objecten voor ons ook verrassend is. Zijn er nieuwe ontdekkingen? Bijna ontdekkingen uit uw eigen archief? Want het is natuurlijk al 50 jaar dat hier bij elkaar ligt. Nee, maar bijvoorbeeld hier vraag ik me af, in godsnaam, wie zou die maquette hebben? Die komt niet van bij u? Die komt niet van bij mij, nee. Er is heel veel het archief gesnuisterd om van alles te vinden. U heeft gewoon de sleutel gegeven van het archief en ze mochten bekijken wat ze wilden bekijken? Ja, zo ongeveer.
Het is nu een groot rommelt archief, maar allee, dat komt wel terug in orde. Dat is een feest, hè, dat je 50 jaar werk bij elkaar ziet. En dat je, allee, ja, dat je er toch wel fier mocht over zijn van wat dat je gedaan hebt. En waar dat ik vooral fier over ben, toen dat ik begon in 1970, dan wist ik eigenlijk dat dat maar effect ging hebben na 50 jaar. En voelt u nu het effect? Vroeger al, maar toch, het duurde hier lang hier dat de essentie van de werken die we maken doordringen. Ik zou kunnen zeggen, hier in deze tentoonstelling zie je dat ook, maar dat kan misschien niet anders. Maar het nieuwe werk komt weinig aan bod, dat hangt ook heel hoog. Laten we eens over dat nieuwe werk hebben, want het lijkt bijna alsof we ramen hebben boven waar je kijkt naar de stad. Ja, ja, dat was een beetje de bedoeling. Wat zien we? Je ziet eigenlijk een stad, een beetje toch als sluitstuk van 50 jaar werk. Een sluitstuk in die zin dat het 50 jaar denken is over de stad en over architectuur, culmineert toch wel in die tekening. Ja. Alles wat er gebeurt in de stad, dat zijn experimenten. Alsof dat een student geneeskunde in het vierde jaar zou zeggen, ik ga een keer een open hartoperatie proberen. In de stad opereren op zo'n manier is ook levensgevaarlijk. En dat gebeurt nog altijd nu? Dat gebeurt continu. Hè. Maar kijk maar rond in Antwerpen, dat is architectuur zonder urbanisme. En iedereen doet maar wat dat een wil doen. En ik ben niet tegen rommel. Ik denk dat rommel des levens is. Maar als architect, als die een taak heeft, dan is dat te zorgen dat hij een kader schept voor die rommel. Dat hij een kader schept voor het leven van de mensen. En het idee van die tekening is eigenlijk, dit is een digitaal model. En dat je dus een digitale stad hebt waar dat alle architecten zouden kunnen in experimenteren. Om nieuwe ideeën te vinden, vooral voor de openbare ruimte. Het is dus eigenlijk geen ontwerp van een stad, het is een tekening van een stad, maar terwijl dat je tekent, ontwerpt je ook. Hè. De werken van Top Office zijn niet op 1, 2, 3 toegankelijk. Maar wat ik wou, toen ik afgestudeerd was, ik wou beginnen met een frame te maken, een kader te scheppen waarbinnen mijn werk zou kunnen of moeten gesitueerd worden. En dan ben ik begonnen met voorstellen. Er hangt er daarin bijvoorbeeld voorstellen om nucleair afval naar de zon te schieten. Omdat dat toch een beetje mijn wereldbeeld probeerde te vatten en hoe dat ik dacht dat de wereld zou moeten evolueren. En die voorstellen die suggereren eigenlijk de aandacht voor planeet Aarde, spaceship Earth, en aandacht voor het individu dat op Aarde mag opereren. Op een bepaald moment, in de jaren 70, dan was de conceptuele kunst een trend. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is architectuur de conceptuele kunst bij uitstek. Omdat als je een gebouw ontwerpt, dan moet je dat eerst conceptueel in tekeningen vatten of in een maquette vatten. Je moet dat altijd in tekeningen vatten. Dus het is eigenlijk altijd, van oorsprong is dat conceptueel. Waardoor dat ik het idee kreeg, misschien kan ik architectuur in galerieën en in musea tentoonstellen, kan ik mijn ideeën daar, maar ik wist ook niet hoe dat ik er moest aan beginnen, hè. Kan ik daar mijn ideeën laten doen. En dat is er heel goed ontvangen, vooral door kunstenaars, die vonden dat fantastisch eigenlijk, dat er ook zo'n soort dingen getoond werden. En doordat ik dat kon doen in kunstmilieu en opereren als kunstenaar, kon ik eigenlijk doen wat ik deed, want dat was eigenlijk de vorm van financiering. Ik maakte van alles en kon dan toch nu en dan een maquette verkopen, waardoor dat ik kon blijven overleven. Maar daardoor is de verwarring natuurlijk, hè? Want er zijn mensen, ja, Luc Deleu, is hij een kunstenaar of is hij nu architect? Wat zegt u dan? Ik heb daar een boutade voor die ik nogal dikwijls gebruik en dat is, kunstenaars weten dat ik architect ben. Architecten denken dat ik kunstenaar ben. Yeah.
Peter Anne, de tentoonstelling staat hier als maquette. Het lijkt misschien heel eenvoudig, maar ik kan me voorstellen dat 50 jaar samenvatten helemaal niet eenvoudig was. Hoe hebben jullie het aangepakt? Wel, de tentoonstelling is een koppel met het boek dat gemaakt is geweest. En hoe dat we het aangepakt hebben, we zijn eigenlijk op een zeer genereuze manier ontvangen geweest bij Top Office. We hebben 9 maanden lang mogen echt alles inkijken. Waar natuurlijk een deel van het werk kenden we al, of een groot deel al. Maar we hebben toch een aantal fijne dingen gevonden, denken we, die het werk ook mee kunnen helpen om in een verder toekomstig perspectief te plaatsen. Het is eigenlijk geen overzichtstentoonstelling. De titel verwijst ook naar future plans. En dat vinden we toch wel heel cruciaal om de praktijk van Top Office zelf eigenlijk te zien als een mogelijk model ook voor de toekomst. Dat is één ding. En anderzijds, niet onbelangrijk, de tentoonstelling heeft 2 nieuwe werken mogelijk gemaakt. Dat is Darling Fries, wat dus hier in de hoofdruimte te zien is als een Fries. En een tweede werk waar we zeer hard naar uitkijken, daar op het terras van de Singel, naast het akoestisch geweld van de ring. Eigenlijk een herinterpretatie van de Barcelona-trap van 1991. Dat destijds in Kröller-Müller gemaakt is, ook 1-op-1. Toen niet toegankelijk, dit is toegankelijk en wordt een soort van belvedere. Maar vooral belangrijk ook, dat werk krijgt na de tentoonstelling een permanente plek in de stad Antwerpen. En dan denk ik dat een tentoonstelling waardevol wordt als het iets anders begint te produceren voorbij zichzelf. De hele ruimte wordt doorkruist door een kruis. Dat kruis toont aan de hand van letterlijk materiaal uit de archiefdozen, uit de archiefmappen, dus vaak A4-formaat, oorspronkelijk materiaal, van begin tot vandaag. Ook vooral ook de projectteksten. Dus we hebben bewust zowel in het boek als in de tentoonstelling ook de projectteksten geschreven door Top Office aan bod laten komen. Want die zijn ook op zich, dat zie je doorgaans niet bij architectuur of stedenbouwkundige bureaus, dat een tekst ook echt een middel is. En dan hier hebben we geprobeerd om in een aantal stappen, dus we beginnen met het manifest aan de orde, die een soort van hoofdrol opneemt samen met een 49 beelden van de meer dan 100 projecten die door Luc destijds op gehandtekend zijn als architect, maar niet gebouwd zijn als architect. We komen binnen, dus we hebben dat kruis. En dan krijgen we als van nature 4 onderdelen. Maquettedek. Daar worden een aantal heel belangrijke maquetten bewust naast elkaar en door elkaar geplaatst. En dan hebben we hier nog 2 kamers. Dus de travel room, die bewust eigenlijk de kleinste kamer is, maar eigenlijk de grootste kamer is door zijn inhoud, waar dus de reizen worden gedocumenteerd. Je hebt wat we noemen top tv, dus de 15 schermen. En ik vind als je die 15 schermen samen ziet, ja, dat vind ik eigenlijk misschien wel een van de grootste ontdekkingen van de tentoonstelling, is dat het gebruik van het medium film, het medium tv, dat eigenlijk, denk ik, een heel bewuste strategie ook is van Top Office om zo de vragen mee de wereld in te krijgen. En tot slot, aan de andere kant hebben we 8, dat we zelf toch fantastische werken vinden, ongeveer van de eerste 5 jaren. Onder andere het afstudeerproject van Luc, het Europakruispunt in Brussel. Het sluiten van de ring, geformuleerd in 1969. Maar dat eigenlijk nog nooit is tentoongesteld geweest. Dus er zitten een aantal barn finds in. Nogmaals, een algemeen publiek zal dat misschien niet direct opmerken, maar een kenner van het werk van Top Office zal zien dat daar minstens een 10-tal barn finds in heel de tentoonstelling zitten. André Lux, u bent aan het kijken naar iets dat voor het eerst voor het grote publiek te zien is. Ja. Was u verrast toen u het voor het eerst zag? Absoluut, want ik kende het ook niet. 69, dat is een jaar na de inhuldiging van de ring. En dit is al een nieuw plan voor de ring. Was hij visionair? Ja, maar niet zo de visionair van de grote visie en de grote filosofie. Dat is een visionair die dan zijn visie ernstig neemt en uitwerkt en tekent, waardoor die visie bespreekbaar wordt, bediscuteerbaar wordt
en eigenlijk een argument wordt. Het wordt een argument waar je niet zomaar over kunt. En hier ook, als je daarnaar kijkt, daar zitten heel interessante dingen in die mij verrassen, in feite. En wat verrast er dan, bijvoorbeeld? Wel ja, als ik het goed voor heb, het plan dat trouwens ook veel later door de intendant in het Toekomstverbond geschreven is. Eigenlijk zouden we een ring van de stad hebben en een ring rond de stad hebben. Die verbonden met elkaar, maar die twee verschillende functies hebben. En Luc de Leu gaat daar ook mee aan de slag en dan. Wat zien we hier? Iets heel merkwaardig, een soort kleine ring. En dan zie je de eigenlijke ring. En wat daar merkwaardig aan is, is dit, de verbinding met de haven, gebeurt door een scheldesluiting die ver de stroomopwaarts gedreven is, stroomafwaarts zeker, gedreven is en dus ver van de linkeroever en van het natuurgebied blijft. Een soort haventracé avant la lettre. Iets maar dat is 69. Iets waar Straten-Generaal dan een Meccano en zo. Is er iets van het plan van Luc de Leu dan in die discussies ooit meegenomen? Of nee, was dit niet bekend? Dat was niet bekend. Dit is niet bekend. Nee, wat dat bekend was, dat was dan nog Your Next Cruise Stop, maar dat is 1990. En het is vintage de Leu. Hè. Het is een kraan. Kranen, pilonen, dat is de soort infrastructuur waar hij mee werkt. Hè. En dit is ook infrastructuur. Maar intussen is er veel gebeurd. Infrastructuur heeft een slechte naam gekregen. En dat is iets heel anders. 1990 komt dat voor de pinnen, Your Next Cruise Shop. Infrastructuur waar je fier over bent. Het is een brug die openstaat in de vorm van een kraan. Dat betekent met een arm, als ik me niet vergis, van 200 meter. En merkwaardig dat het tegengewicht van die enorme kraan, ik denk dat kantoren zijn, maar ook een zwembad, vermoed ik, dus in het tegengewicht. Eigenlijk een gigantische kraan, infrastructuur die terzelfde tijd architectuur is en beweegt. Zo traag open gaat en iedereen ongeduldig traag weer dicht gaat. Maar het is eerder als denkoefening. Stel dat, wat dan? En mankeren we dat niet? Opnieuw is er sprake van nu een fietsersbrug, toch een brug over de Schelde, maar het wordt toch misschien een tunnel. Dat soort idee van het verbergen van infrastructuur. Alsof men infrastructuur en architectuur niet meer durft tonen. Dit toont infrastructuur die terzelfde tijd architectuur is. Hè. Hier wordt infrastructuur en architectuur getoond. Ik hoop dat daarmee een beetje een startschot is gegeven van een vrij permanent beleid, als het ware, om het werk van Top Office des te meer in de actualiteit te stellen. Want het is ontzettend actueel. En ook dat is, denk ik, met Future Plans, wat we proberen, vandaar de keuze ook van die titel, die misschien ook schijnbaar heel evident lijkt, maar dat is wel een, denk ik, een sterke titel. Die reikt en die longt vooral naar de toekomst. En ik denk dat het werk, niet alleen het werk van Top Office ook, maar de manier waarop de Top Office gestructureerd is. Ik denk dat het zelfs door Luc genoemd is een soort van lead singer met zijn band. Maar de band is even belangrijk dan de lead singer. Ik hoop dat dat verder vleugels kan krijgen. We hebben het al heel vaak over Luc gehad. Nog niet zo vaak over jullie, over Top Office, terwijl jullie er wel al de helft van die tijd voor werken. En jullie mogen dicht bij elkaar staan. Jullie zijn een koppel. Wij zijn afgestudeerd bij Luc. We hebben daar ons eindwerk beide bij gedaan. En dan een koppel geworden en dan samen gaan solliciteren eigenlijk. En dan beginnen samen te werken met Luc. En nu zijn we 25 jaar verder ongeveer. Ja, van 97 zijn we begonnen. Ongelooflijk. Dus eigenlijk zitten er twee huishoudens in Top Office, ja. Luc en Lorette en wij. Zalig. Ja, de titel van de tentoonstelling is Future Plans 1970-2020. Daar zit het woord toekomst in. Hoe future-proof zijn al die projecten en al die maquettes en al die plannen hier? Ja, voor ons is het eens zo belangrijk natuurlijk, hè, omdat wij gewoon willen verder doen en dat werk verder zetten. Omdat daar heel veel ontwerpmethodiek, alleen er zijn zo de uiterlijke producten, maar daarachter zit heel veel onderzoek naar ontwerpmethodiek. Hoe komen die dingen tot stand? Alleen de laatste werken hebben eigenlijk te maken met de eerste werken en dat traject, dat willen we gewoon graag verder zetten. Dus vandaar Future Plans. Voor jullie is het heel duidelijk, Top Office, dat gaat gewoon blijven bestaan.
Dat nalatenschap zal sowieso blijven bestaan. Dus daar willen we graag deel van uitmaken om dat verder te zetten en verder ook te exploreren eigenlijk. Het is eigenlijk vooral de visie die belangrijk is, denk ik. Alleen de manier van werken. We zijn bijvoorbeeld een heel toch wel horizontaal gelaagd bureau, waardoor dat we ook die dingen kunnen ontwerpen, omdat er niet zo'n hiërarchie is. Daardoor komen de dingen door elkaar van verschillende mensen, waardoor dat je een heel andere ontwerpmethodiek krijgt. Waardoor dat wij ook nooit vertrekken van een eindbeeld, maar wij werken gewoon. En daar komt eigenlijk het project vanuit de mist tevoorschijn. En dat is toch wel een vrij unieke manier van werken, denk ik. Maar de rode draad op Top Office is denk ik vooral dat het een heel consequent bureau is. Dat Luc altijd heel consequent geweest is in zijn manier van werken. En nooit gedacht van, ik zal nu eens dat doen of ik zal nu eens dat doen. Het is eigenlijk een heel rechtlijnig traject op die 50 jaar. En ook vanuit de nood om met bepaalde dingen bezig te zijn, zoals we gaan niet zomaar hier iets ontwerpen of bouwen, dat doet er nu zelfs niet toe, maar waarom en welke voorzieningen horen daarbij of welke infrastructuur hoort daarbij. Allee, dat is zoals Le Corbusier zegt, stedenbouw zonder stedenbouw is eigenlijk spijtig. Hè? Elke dingetje dat je doet heeft te maken met heel zijn context, gaande van de stad tot onze planeet. Op bureau spreken we altijd over urbanisme. En ik denk dat dat sowieso futureproof is. In de dag van vandaag kun je niet meer ontwerpen zonder de schaal van de aarde in rekening te houden. Het feit dat je dat mee in je achterhoofd houdt, is eigenlijk de essentie. Jan Ginkels? Joris. Right. Mijn t-shirt dealer. Ja. Je hebt het al aan. Ik heb er alleen aan. Kijk. Ik ga meteen een voor jou nemen. Zalig. Qua maat. Well, ja. Small, alsjeblieft. We gaan zien wat je had besteld. Yes, yes. Kapstok heb je niet nodig, zeker. Het is om zo meteen aan te doen. Hè. Waarom vind je dit logo nu zo belangrijk? Oh ja, kijk. Ik zie het logo in verhouding tot de 50-jarige performance genaamd Top Office. Mm-hmm. Het feit dat Luc al 50 jaar doet wat dat hij op zijn eindwerk beloofde, namelijk vaarwel zeggen aan architectuur en daarmee eigenlijk ook een zeer grote provocatie construeren naar alle architecten die zogezegd architectuur omarmen en er steeds dichter en dieper bij proberen. En blijven bouwen, terwijl het niet bouwen misschien ook belangrijk is. Ja, het heeft natuurlijk iets dat we allemaal kennen vanuit urbanisme, et cetera. Er staat gewoon een omgekeerde gespiegelde wereldbol. En voor de rest zou het kunnen van een copyshop zijn, of van een verzekeraar, of van een reisbureau. Dus ik vind het heel boeiend, omdat het zo overtuigend zegt, dit is een bureau, dit is het echte werk. Waardoor dat iedereen die niet Luc de Leu is, zich zou kunnen afvragen, maar wat is dan wat dat ik doe? Gewoon de vraag die je daardoor aan jezelf stelt, die is belangrijk. Ja. En kan je kiezen, kijk, ben je closeted en wil je misschien toch niet echt in het reinen komen met het feit dat er zoiets als Top Office is, dan kan je hem aandoen als onderhemd. Ik verkoop er ook als Marcelleke, als tanktop. Dat is wanneer je out and proud bent. Als je out and proud bent, dan kan je de tanktop aandoen. Bijna begonnen als chef, maar je meent het wel echt, hè? Ja, ik meen het, absoluut. Je vindt Top Office vandaag nog altijd relevant? Die vraag van, je krijgt bij elke show bijna een retrospectieve, krijg je een soort van one-liner van, dit is nog relevanter dan voordien. Maar die zin wordt nooit die zin krijgt nooit een gevolg in de zin van, waarom dan juist? Mm. Of wie vertelt ons dat dan? Zijn dat dan de mensen van nu of van de future? Of zijn dat de instituten die ons dat ergens bijna als een boutade meegeven. En ik vind het wel.
Maar dan moet je die vraag stellen, vind ik, aan de snowflakes die nu afstuderen als architect. En die misschien inderdaad nog meer dan bij Luc zich moeten afvragen, oké, in dit soort van wereld, in een totale verzadiging van alles draait om geld, om imago, om oppervlak. Kan je afvragen, ja, wat is die toekomst voor een architect die vandaag afstudeert? En dan moet je dat gesprek ook aangaan met die doelgroep of met die generatie. Toeval wil, binnen zijn er een paar studenten die zijn al aan de slag gegaan met Top Office en met de Legacy. Ik zal het hen vragen. Alright. Dankjewel voor het t-shirt. Graag gedaan. Voilà, Luc. Als beloofd. Ah, dank u. Ja, de mijne is al geschreven. Roxanne, hoe was het voor jou als student om in het archief te grasduinen van Top Office? Het was zeer interessant. Ja, ons deel van de expo is echt een soort reflectie op het hele archief, meer dan 50 jaar archief van Top Office. Hoe kunnen we een beetje reflecteren naar wat brengt dat nu? Ja, jullie zijn met verschillende dingen aan de slag gegaan, en zoals hier het urbanistisch manifest. Voor alle duidelijkheid, er heeft niets te maken met Viktor Orbán, voor alle duidelijkheid. Nee, het is niet de bedoeling om een soort politieke tour op te gaan, maar het manifest, het urbanistisch manifest, is een van de onderdelen uit het archief waar de studenten mee gewerkt hebben. Een beetje gereflecteerd naar hedendaagse kijk daarop. Het is ook echt bijgeschreven. Hè? Het is, Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus de aantallen zijn zeker veranderd in die 50 jaar. En de kijk daarop heeft ook een verschil met zich meegebracht. Vandaar de kleine aanmerkingen en zo. En was het een aangename kennismaking? Ja, zeer aangename kennismaking. Ook, ik had geen idee dat het zo'n breed archief was, met zo'n groot team die erachter zit. Ik was best onder de indruk en ik vond het een heel leuke opdracht om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En wat heb jij dan precies gedaan? Het is hier net achter de hoek, hè? Ja. Zullen we eens gaan kijken? Ja, klopt. Neem ons eens mee. Wij zijn aan de slag gegaan met de onaangepaste stad, dus DOS 95 van Luc Deleu. DOS 95 is een analytische tool, een soort model dat gemaakt is door Top Office, waarin voorzieningen worden aangebracht. Ja, dat zien we ook. Het is heel duidelijk kleurrijk. Het zijn ook de kleuren van Top Office. Ja, klopt. Ik zie bijvoorbeeld park, ik zie huizen, ik zie school. Dat zijn het soort van voorzieningen waar jij het over hebt. Ja, dus het programma wat een stadsdeel, een wijk zou moeten hebben. En we hebben dan gekeken naar wat er aanwezig is en dan gereflecteerd naar wat er volgens DOS 95 zou moeten zijn. En dat is dus een soort een echte aftoetsing. Het is echt lekker een Excel-bestand eigenlijk. En daar wordt dan automatisch gekeken naar, bij dit aantal inwoners hebben we nood aan zoveel voorzieningen van dit. Per thema is het opgedeeld, ook aparte kleurencategorieën, die dan een heel sterk eindresultaat naar voren brengen. En is dat vandaag nog altijd bruikbaar? Kan jij daar nog mee aan de slag als architect of als stedenbouwkundige? Ja, we hebben het dus toegepast op het stadsdeel Kronenburg. En de wijk voldeed absoluut niet aan de voorzieningen die er zouden moeten zijn. Het is zeker interessant om te blijven gebruiken, ja. Het was voor ons belangrijk om de toekomstige generaties te laten kennismaken met een fundamenteel aspect van het werk. Het urbanisme is echt een rode draad die door het werk loopt. En dat gaat eigenlijk over het denken over ruimte op wereldschaal. Hoe is de verhouding tussen de mens en de wereld. En ik denk dat dat zeker in de huidige omstandigheden een belangrijke manier van kijken is naar de omgevingen waarin dat we wonen. Ook vanuit een ecologisch bewustzijn. En dat is eigenlijk een rode draad die door heel het archief en heel het werk van Top Office loopt. En Luc is dat ook aan de lijve gaan onderzoeken. Hij heeft een wereldreis gemaakt. Niet enkel de lokale context, maar wat zijn de gevolgen van ontwerpen op een lokale schaal voor de wereld. Dat is echt de essentie van het werk. Dus het is echt een heel rijk oeuvre en een heel rijk archief dat daar eigenlijk voor het rapen ligt. Sophie de Kenny. We kijken hier naar een reeks foto's van een bijzonder huis dat, denk ik, een belangrijke plek inneemt in het oeuvre van Luc Deleu. We kijken hier naar verschillende foto's van Luc zelf, die hij gemaakt heeft van zijn woning, Les Nénuphars. Dat is een herenhuis op de Kogels Ozilij, dichtbij het station van Berchem.
En wat ik zo boeiend vind aan deze fotoreeks is... Luc stak dus regelmatig de straat over, maakte foto's. En in het begin van de jaren 80 kon hij de woning kopen en is hij eigenlijk begonnen met een bos te bouwen. Een bos in die kleine voortuin van de Kogels Ozilij. En voor de mensen die de straat kennen, het is eigenlijk een straat van het begin van de 20e eeuw. Heel burgerlijk, imposante burgerwoningen die eigenlijk bedoeld zijn om het burgerlijke leven letterlijk tentoon te stellen. En de boompjes die in de voortuinen stonden, dienden om de straat te verfraaien, de embellissement van de 19e eeuw. Luc draait dat helemaal om. De natuur krijgt het spel, krijgt de voorgrond en de woning vervaagt op de achtergrond. Wat zegt dat over Luc? Dat hij heel vooruitziend was, want nu, we doen de krant open, we zien dagelijks, mensen moeten nu meten in de tuin, de vergroening van onze tuinen en terug de natuur vrij spel geven voor de biodiversiteit. Eigenlijk is dit een soort van stedelijke vergroening, lang voordat dat modieuze woord er werd opgekleefd. Het is de woning van Luc Deleu, het is ook het bureau van Top Office en het is de plek waar het archief bewaard wordt. En dat is wel belangrijk, denk ik, dat archief. Hoe kan het VAI helpen om dat erfgoed, dat archief, levend te houden? Inderdaad, dus vanaf Luc daar gekomen is, is hij daar begonnen met zijn praktijk. En het boeiende is dat hij daar nooit is weggegaan. Dus dat betekent dat je een soort verwevenheid krijgt van leven en werken op die ene plek. En dus het hele huis zit vol met de nalatenschap van Top Office, buiten wat er in musea en verkocht is. En dus het is ook de plek waar ik het eerste persoonlijk gesprek heb gehad met Luc, op uitnodiging van Bart de Baren van het MUCA. En waarbij we eigenlijk het gesprek heel open begonnen zijn. Van kijk, MUCA en het Vlaams Architectuurinstituut vinden dit zo'n bijzondere praktijk en wij willen onze schouders daaronder zetten om die praktijk te doen voortleven, maar ook om dat archief veilig te stellen. Niet om het steriel te bewaren, maar om al die ideeën en al die ontwerpenergie die in die archieven zitten, om dat eigenlijk toegankelijk te maken voor onderzoekers, voor studenten. En ja, zoals deze tentoonstelling toont, is er heel veel materiaal wat ons eigenlijk nog die blik op de toekomst geeft. En dus we zijn er nog niet uit, maar ik denk ook niet dat het iets is wat je zo van de ene op de andere dag kan beslissen. En A Studio for Urbanism is een eerste test. We hebben al heel veel dia's gedigitaliseerd, meer dan 10.000. Dus stapje voor stapje komen we er wel. En al die stappen leren ons ontzettend veel. De titel van de expo, Future Plan 1970-2020. Hoe zie jij die toekomst van Top Office? De nalatenschap van Top Office heeft de materiële kant, hè, dat zien we hier. Maar al dat denken, het immateriële wat daar rond zit, vind ik minstens even belangrijk. En ik hoop vooral dat die ideeën die Luc Deleu en zijn medewerkers van Top Office de wereld ingebracht hebben, dat die anderen zullen blijven inspireren. Is het werk van Luc Deleu nu kunst of architectuur? Ontdek dat antwoord vooral zelf, in en rond de tentoonstellingsruimte in de Singel. Luc Deleu en Top Office. Future Plans 1970-2020. Loopt nog tot 26 september. Het Vlaams Architectuurinstituut heet u van harte welkom. Bedankt voor het kijken. Ik herinner mij zoiets met containers. Die gebruikt... containers. Ik vond dat wel speciaal, dat je zo die containers kon stapelen. Dat is wel cool, dat, ook zo, dat je die containers zo op elkaar kunt zetten, dat dat zo kan balanceren op elkaar, dat is wel cool. Kunst met architectuur samen. Een filosofisch persoon. Ja, toch wel iemand met speciale ideeën, denk ik. Die wel groot denkt. En dat hij ook zo een beetje wil provoceren. Ik weet niet, gewoon, die heeft al die dingen bedacht. Wat ik dan zou denken als ik dacht van architectuur.